Het Kaperschip was een van de vele attracties van de Horense Kermis die dit jaar werd gehouden van vrijdag de 7e tot en met maandag 17 augustus. De eerste zondag waren er ook vele mensen op de been. Ook de allernieuwste attracties stonden opgesteld en oefenden een grote aantrekkingskracht uit op het publiek. En natuurlijk, ook voor de kleintjes was er van alles te doen. Nog niet eerder in Horen aanwezig, het kikkerspel. Een variant op het aloude ringen gooien. Met een ferme klap van een hamer springt een kikker op en moet dan belanden in een ronddrijvende lelie. Dit vereist echter nogal wat behendigheid. Toevallig was er op deze dag in Horen nog iets anders. Namelijk een wandeltocht door de AVRO georganiseerd in verband met het programma Ontdek je plekje. Mensen uit het hele land waren naar Horen gekomen om hier een plekje te ontdekken. De tocht voerde langs allerlei mooie plekjes in de stad. Helaas moest het toch gedeeltelijk in de regen worden gelopen. Wat valt u nou vooral op van Horen? Nou, die oude gebouwen uit de vroegere tijd en dat het ook mooi gerestaureerd is. Want ik ben hier een jaar of wat geleden geweest, toen was het meer rommelig. Het is nu echt wel veel mooier weer. Ondanks de kermis? Ja, nou dat is wel jammer, maar dat vind ik toch leuk hier hoor. Want omdat al die straten ook zijn. De meeste Horinezen zullen zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van een kapel aan de Nieuwsteeg. Toch weer een ontdekking. Terug op de kermis hadden we vanuit het Reuzenrad nog een mooi kijkje op de kapel aan de Nieuwsteeg. En daar, op de rode steen, daar leek wel wat te zijn. De rode steen stond vol met motoren. Waar kwamen die vandaan? Heel onverwacht voor ons op de rode steen, een heel groot aantal motoren. Hoe komt dat? Dat komt omdat er een heel groot feest is geweest. Waar? Waar is dat? Dat was in Zaandam. En van waar nou naar Horen vanwege de steile wand? Waarom ging je waaks naar Horen, weet jij dat? Ja, er was er eentje voorop, die wist de weg niet. Een rondrit. We maakten een rondrit en toen kwamen we hier terecht eigenlijk. Kermis met meneer De Boer. Meneer De Boer, achter ons de steile wandbaan. Nou hebben we op de Rode Steen geconstateerd dat er een heleboel motorrijders Horen zijn binnengevallen. Heeft u daar wat van gemerkt? Ja, die zaten toen net allemaal op het terrasje bij Kalter. En die gedragen zich toch vrij behoorlijk, ondanks dat het motorrijders zijn. Ja. Door kleding vallen ze natuurlijk erg op.
omdat ze er anders uitzien dan de doorsneeburger. Maar ik moet zeggen, ze gedragen zich voorbeeldig. Ja. We hadden vanmorgen Ontdek je plekje en nu ook al die motorrijders erbij. Dat is toch een concentratie van ontzettend veel mensen. Hoe reageert u daarop? Gewoon duidelijk zichtbaar aanwezig zijn en voor de rest dan gewoon het over je heen laten komen. Ja, en zo'n kermis trekt natuurlijk toch ook natuurlijk nog extra buitenstaanders. Het is een drukke zondag, denk ik. Nou, het is een hele drukke week. Dit is mijn vrije zondag, dus dan kun je wel begrijpen. Maar het is normaal dat wij hier dus duidelijk aanwezig zijn. Ja. Nou, ik wens u nog een fijne zondag en een prettige kermisweek. En bedankt voor het vraaggesprek. Graag gedaan. Okay. Tot ziens. De vrijdag erop was er een groot vuurwerk aangeboden door de kermisexploitanten. De laatste dag van de Horense Kermis, traditiegetrouw de Lappendag. Stralend weer en duizenden mensen op zoek naar het koopje van het jaar. Aan aanbiedingen van de aanwezige marktkooplieden ontbrak het niet. De kermis draaide nog op volle toeren, alhoewel enkele kermisexploitanten het bekeken hadden. Want de belangstelling ging meer uit naar de producten van 's Lands brouwerijen. Er werd natuurlijk niet alleen gedronken, er was ook tijd voor een lekker hapje. En voor wie wil, een koele duik als besluit van Lappendag. Bij het Belgen zeggen u nog, die vent ging er later in. Oh, ja, zeker, ja, hè. Ja, je staat er altijd voor kleurd op, hoor. Voor altijd. Deze Lappendag was gelukkig zonder incidenten verlopen.